Welkom bij de masterclass slash workshop onderscheiden met jouw unieke verhalen. In de komende 40 minuten wil ik heel graag met je kijken naar jouw goud, jouw rode draad, jouw kernwaarden en de soorten verhalen die je kunt vertellen. En ik hoop je natuurlijk te inspireren um, en op nieuwe ideeën te brengen over hoe jij jouw unieke kwaliteiten um, in jouw verhaal kunt gaan ontwikkelen. Stoppen. En um, ik ga de camera zo uitzetten en dan ga ik mijn sheets met jou delen. Ik zou zeggen: pak even pen en papier erbij, of je journal en um, een kopje thee. En dan gaan we snel van start, want ik heb heel veel met je te delen. Ik zal even heel kort iets over mezelf vertellen: ik ben Kat Golno. Mijn bedrijf heet Chicarica Producties. Cicarica betekent rijk meisje. En in Spanje moeten ze dan altijd heel hard lachen als ik zeg wat mijn bedrijf zo heet. Want dan kijken ze naar mij en dan zeggen ze ja, dat klopt. Um, dus ik ben rijk in de brede zin van het woord. Um, ik ben live en business story coach. Ik help ondernemers met het vinden van hun goud. Um, hun unieke kwaliteiten. En dat eigenlijk om te smelten naar een verhaal waarmee ze hun ideale klant kunnen bereiken. Ik ben daarnaast blogger. Uh, Sinds 2005. Ik, ik heb een platform dat heet De Rijke Meisjes. Uh, ik ben ook uh, podcast-host al heel lang. En ik heb uh, een podcast uh, waarin ik uh, ondernemers interview over wat hen rijk maakt. Uh, over money-mindset. En over wat hen inspireert. En natuurlijk over hun eigen goud en hoe ze dat delen met de wereld. Um, ik hou heel erg van nieuwe plekken ontdekken en nieuwe mensen ontmoeten. Ik reis ontzettend graag altijd in mijn eentje, omdat ik dan meer kans heb om mijn eigen dingen te kunnen doen. En dat past heel erg goed bij mijn kernwaarde, autonomie. Ik ben super autonoom. Ik vind het heerlijk om mijn eigen plan te trekken, te doen waar ik zin in heb. En ik ben niet alleen eigenwijs en eigen gereid, maar ik kan ook gewoon heel goed alleen zijn. Dat vind ik ook heel prettig. Um, ik ga ook in mijn eentje naar restaurants. Dat maakt me allemaal helemaal niks uit. En um, ja, dat is een beetje mijn lifestyle. En daarnaast hou ik van voetjes in het zand, um, van strand, zee en palmbomen. En uh, mijn reisbestemmingen zijn dus ook vaak plekken waar je die uh, kunt terugvinden. En eilanden. Ik ben gek op eilanden. En um, verhalen, dat zijn, uh, dat zijn de rode draad in mijn leven. Um, ik ben. Um, Ooit begonnen in een boekwinkel. Um, toen ben ik film en televisiewetenschappen gaan studeren met als specialisatie dramaturgie. Um, en als dramaturg lees je scripts en bepaal je of dat die ook uh, te verfilmen zijn. Um, ik heb daarnaast gewerkt als producer voor tv-commercials en videoclips. Um, ja, het zijn natuurlijk ook kleine verhaaltjes. Um, wat ik ook nog heb gedaan, is uh, bij een Fotopersbureau werken. Um, ik heb um, jarenlang als directiesecretaresse gewerkt um, bij een advocatenkantoor. En um, ja, dan zou je denken dat heeft niks met verhalen te maken. Maar de pleidooien van advocaten, dat zijn eigenlijk de verhalen van klanten. En die worden dan voor uh, de rechtbank uh, ja, eigenlijk vertolkt. En dat is een soort toneelstuk. En dat vond ik dus ook het meest fascinerende van die baan. Daarnaast deed ik ook veel social media en uh, schreef ik heel veel blogs. Um, ja. En eigenlijk ben ik gaandeweg uh, ja, steeds meer met verhalen gaan doen. En in mijn carrière heb ik uh, uh, als ondernemer heb ik, uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Ik ben fotograaf geweest. Ik heb uh, mensen geholpen met hun teksten, webteksten, um, hun website ontwerpen. Want ik vond dan denk ik, ja, als ik toch al de plaatjes en de teksten doe, kan ik net zo goed het hele ontwerp doen. Um, toen ging ik me meer uh, verdiepen in personal branding. En in social media dan werd ik social media strateeg. Um, eigenlijk alles wat te maken heeft met content, verhalen, jezelf laten zien. Nou, dat is allemaal mijn ding. En um, ja, dat heb ik eigenlijk in de afgelopen tien jaar uh, gedaan als ondernemer. En ik ben steeds meer mensen gaan coachen. In plaats van dus voor hun uitvoeren. Um, ze leren hoe ze het zelf moeten doen. En um, in mijn coaching ben ik nogal direct een beetje Amsterdams. Um, ja, ik doe niet aan sugarcoating. En uh, de meeste mensen die met mij werken. die vinden dat heel fijn. dat ik het gewoon uh, eerlijk zeg. En ook uh, als boekeditor. heb ik veertien boeken geëdit. En ook daarin. Uh, ja, kan ik goed met de rode pen. Uh, kritisch naar teksten kijken. En uh, ja, sommige mensen vinden dat irritant. Dus die zullen niet met mij werken. En dat is perfect. Want dan hou ik precies de mensen over. waar ik graag mee werk. Wat ik ook uh, in mijn coaching heel erg. Uh, Um, handig vind, is dat ik een open mind heb. Ik heb uh, zelf zo verschrikkelijk veel meegemaakt in mijn leven dat ik niet echt gauw ergens van opkijk. En ook eigenlijk ja, met alle situaties me wel kan uh, identificeren of in ieder geval um, in de schoenen van de ander kan stappen en snappen van hoe dat voor iemand is. En dat is natuurlijk heel prettig. Um, ja, dus dat is ook een van mijn dingen, uh, mijn onderscheidende factoren, denk ik dat ik uh, ja, eigenlijk. Uh, Um, niet zo gauw verbaasd ben. En uh, dat ik ook uh, een positief ingesteld iemand ben, die dus altijd naar de kant kijkt van wat is er allemaal wel en niet naar wat is er allemaal niet. Nou, dat, uh, dat zul je ook terugzien in mijn eigen verhalen en de manier waarop ik uh, ja, mezelf online uh, laat zien. En um, ja, wat is nou mijn big why? Waarom doe ik wat ik doe? Um, dat is omdat ik me ongelooflijk. Uh, Irriteer. Um, dat ik zo ongelooflijk veel, veel mensen ontmoet die goud in zich hebben, die echt super mooie verhalen te delen hebben, maar die dat niet durven, omdat ze uh, onzeker zijn over het verhaal of uh, bang zijn om zichtbaar te zijn, omdat ze, um, ja, ze bang zijn voor de mening van anderen. Um, ja, er kunnen heel veel redenen zijn waarom je je verhaal niet deelt. Uh, maar ja, dat vind ik dus zonde. En ik vind eigenlijk dat je jezelf daar iets mee ontzegt, en ook de wereld. En uh, ja, Maya Angelou is het ook met mij eens. Die zegt: uh, There's no greater agony than an untold story stuck inside you. Nou, uh, precies dat is de reden waarom ik doe wat ik doe. En uh, mijn motto is dan ook: share your gold. En over dat goud gaan we het uiteraard zo direct hebben. Um, wat is nou het nut van verhalen delen? Want waarom moeten we nou allemaal gaan storytellen? Ik um, kan toch gewoon mijn ding verkopen? Tuurlijk, kan. Maar um, ja, het helpt natuurlijk toch wel... als je het aan de juiste mensen kunt verkopen... en wordt het makkelijker van. En um, de no like and trust factor is je vast wel bekend. Um, ja, ik vind dat dat dieper gaat. Dus dat je ook jezelf heel goed moet leren kennen... Um, goed moet weten wat jij nou precies te bieden hebt en ook een goede keuze maken in hoe je dat biedt um, hoe authentieker jij bent hoe dichter jij bij jezelf bent hoe beter mensen jou leren kennen zoals jij bent en uh, dat maakt hun keuze voor jou ook veel eerlijker en echter en dat maakt jou uh, het werk wat jij doet ook makkelijker uiteindelijk en uh, dus no lack like and trust dat gaat dieper dan dat alleen mensen jou leren kennen um, wat er gebeurt als ze jou leren kennen, is dat ze jou leuk gaan vinden. Of niet, hè? precies tegenovergestelde dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je mensen afstoot doordat je uh, meer van jouw unieke kwaliteit gaat laten zien. Dat mensen denken: Oh, daar heb ik helemaal niks mee. Bah, nee, dat vind ik niks. Prima, want dan hou je de mensen over die wel bij je passen. Dus ga alsjeblieft specifieker worden in wat je gaat delen over jezelf, zodat je ook echt. Um, de mensen af gaat stoten die gewoon niet bij jou passen. Je hoeft namelijk gewoon niet alles voor iedereen te doen. En je wil uiteindelijk toch je ideale klanten overhouden. Mensen met wie jij gewoon graag werkt. En dat is niet iedereen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Um, wat er gebeurt natuurlijk op het moment dat mensen jou leren kennen um, en ze heel aardig gaan vinden, is dat ze jou ook meer gaan vertrouwen. En hoe meer jij van jezelf laat zien daarin. Hoe makkelijker het ook is voor hen om jou te vertrouwen. Als ze zien dat jij geen verhaaltjes zit te vertellen, maar dat jij echt bent. Um, wat er dan natuurlijk ook ontstaat, is een connectie. En door uh, ja, meer van jouw goud te gaan delen, um, krijgen mensen ook echt een indruk van de waarde die je biedt. En als je daar dan ook nog emotionele. Um, lading opdoet. Dus als je het vanuit je, vanuit je gevoel vertelt. vanuit wie jij in wezen echt bent. dan um, kunnen mensen zich daar ook door um, geraakt voelen. en kunnen ze op die manier een diepere connectie met je maken. En hoe beter die connectie is. hoe makkelijker je verkoopt. hoe makkelijker eigenlijk alles gaat. En um, ook hoe makkelijker je vervolgens verhalen gaat vertellen. Want je weet al. Oh, deze, bij deze, men, deze mensen herkennen dit. deze mensen zijn het zoals ik. Dit is mijn tribe. En uh, ja, dan kan je ze raken door je levenslessen en inzicht te delen. Uh, kan je echt impact maken. En uh, impact in de positieve zin. En uh, ja, is, de, is er gewoon veel meer diepgang en waarde. Nou, daar geloof ik dus heel erg in. Um, en ja, weet je, als je de intentie hebt om ook maar één iemand te inspireren. en je weet nooit wat diegene weer doet, hè, aan wie die dat weer gaat vertellen. En zo ontstaat er een wimpeleffect. En uh, je hoeft niet de hele wereld te bedienen. Um, je kan het ook persoon per persoon doen. En uh, dat is zeker net zo waardevol. En doe het anders voor je jongeren zelf. Hè? De, uh, um, deel die dingen die jij zelf eigenlijk had willen weten. toen jij tien jaar geleden voor, uh, voor jouw um, um, grote uitdaging stond. Um, ja, dit is echt. Uh, Denk ik heel belangrijk om je te realiseren van het hoeft niet voor duizenden, duizenden mensen te zijn, dat mag wel, maar um, als je intentie maar klopt. Um, nou, ik heb het al, uh, je hebt me al horen praten over goud, nou, dat hoor je wel vaker zijn we mensen die het over je goud hebben, maar wat is dat dan precies? Nou, wat ik eronder versta is dat je eigenlijk alles wat je in je leven tot dusver hebt verzameld, je kennis, je ervaringen, um, je, je inzichten, je levenslessen. Um, dat is allemaal je goud. En eigenlijk zijn we allemaal de helden van ons eigen levensverhaal. En in dat levensverhaal maken we gewoon dingen mee. En die kunnen we eventueel gebruiken om andere mensen mee te helpen die nog niet zo ver zijn. Um, die nog die dingen willen ontdekken. En die uh, misschien jouw hulp daarbij nodig kunnen, kunnen hebben. En um, ja, een mooi voorbeeld daarvan is de Reis van de Hero. The hero's journey. Um, jij bent eigenlijk de, de held in jouw eigen reisverhaal en het leven is dan de reis. En uh, ja, op die reis gebeurt er soms iets, en dan wordt de grond onder je voeten weggehaald, dan maak je iets mee waarvan je denkt: van oké, okay. en nu? En dan ga je dus op zoek naar het antwoord. De um, Cold adventure noemen ze dat. En um, vervolgens kom je op je pad: beren, draken, Um, dalen, bergen tegen. En moet je dat allemaal zien te overwinnen. om bij het antwoord te komen. wat je zoekt? Um, die reis die is de ene keer makkelijker. als de andere. Um, vaak heb je daar ook mensen bij. die meelopen met je op die reis. helpers, coaches. Um, wijze mensen met grote grijze waarden. Um, in films zie je dat natuurlijk heel veel. dat het dan. Uh, ja, een. een Mensen op het pad komen die dus zorgen dat het makkelijker wordt, die het antwoord geven of een hint geven naar het antwoord, waardoor de held van het verhaal um, dichter bij het antwoord komt. En als die dan uiteindelijk het antwoord heeft gevonden, dan is de bedoeling dat je die gift uh, teruggeeft aan jouw omgeving en dat je de lessen die je hebt geleerd, dat je die gaat delen. Nou, Net als in films, um, waarom spreken die zo aan? Omdat wij ons daarin herkennen. En um, Joseph Campbell heeft daar een theorie over. Um, dat eigenlijk elk verhuilde verhaal is hetzelfde opgebouwd. Um, er zitten dezelfde patronen in. En eigenlijk zijn alle helden um, inwisselbaar. En uh, daarom kunnen we er ook zo goed mee connecten. Omdat we snappen wat die reis precies inhoudt. En omdat we mezelf ook aan het maken zijn. Um, de gift die je daarna overhoudt, de dingen die je leert, dat is je goud. En um, Cartola heeft daar een mooie uitspraak over. Become an alchemist, transmute base metal into gold, suffering into consciousness, disaster into enlightenment. Dus met andere woorden, probeer dat wat je meemaakt te transformeren naar goud, zodat um, ja, het leed zeg maar, uh, verandert in bewustzijn dat je niet alleen zelf bewust bent, maar dat je ook anderen bewust kan maken en dat je dus rampspoed eigenlijk in verlichting kunt veranderen. En door jouw goud te delen maak je het misschien voor andere mensen een stukje makkelijker. En hoe cool is dat? En Eckhart Tolle heeft ook een heel mooi verhaal over je goud. En dat gaat over een bedelaar. En dat verhaal komt volgens mij uit uh, de kracht van het nu. Daarin ontmoet hij een bedelaar en die vraagt geld. En hij zegt: Ja, ik wil je wel geld geven, maar ik ben ook wel nieuwsgierig wat er in die kist zit. Waar jij bovenop zit. En die bedelaar geeft toe dat hij dat niet weet, dat hij daar nooit in gekeken heeft. En dan vervolgens besluit ze om die kist open te maken. En wat blijkt? Die kist zit vol goud. Um, moraal van het verhaal: Je zit met je kont op een kist met goud. En je hebt het vaak zelf niet door hoeveel goud je. In je hebt en hoeveel dingen jij gewoon in je toolbox hebt zitten die je zou kunnen inzetten, waar je geld mee zou kunnen verdienen, waar je mensen mee zou kunnen um, inspireren, raken of um, transformeren. En um, ja, door je daar bewust van te worden en uh, door daar ook iets mee te gaan doen, um, ja, ga je ook uh, meer zingeving krijgen en dat is natuurlijk ook belangrijk. En het goud is vaak voor jou superzelfsprekend. Het zijn vaak dingen waarvan jij denkt, ja, ah, dat is toch niet zo bijzonder. Um, maar voor een ander kan het dat wel zijn. Um, en ja, onderschat dat dus niet. Um, uh, en onderschat ook niet de waarde daarvan voor anderen. Dus hoe spannend het ook soms is om jezelf te gaan laten zien. Uh, blijf niet met je kont op die kist zitten. Ga delen wat er in jou zit. En in principe heb je er een overvloed aan, dus hou je niet in wat dat betreft. Sterker nog, ik zou willen zeggen, het is je plicht. Want het is echt best wel asociaal als jij gewoon superveel in huis hebt en je geeft het gewoon niet, uh, niet door aan mensen. Um, Daar wordt, wordt het ook niet meer van. En um, ja, dat is een beetje jammer. En wat ook interessant is, is dat het verhaal zegt eigenlijk dat je alles al bezit. Alles zit er al in jou. De kennis die je nodig hebt. Je kunt gewoon nu starten, ook al ben je pas net uh, 20, al ben je 50, het maakt niet uit. Um, alles wat je tot dusver hebt geleerd in je leven, alles wat je uh, hebt verzameld, dat kan van waarde zijn. En uh, meer hoeft het niet te zijn. Dus ja, wat is jouw goud? Als je dat eens dus gaat inventariseren bij jezelf. Wat, is, uh, wat heb je in huis? Wat is jouw kennis? Wat, is jouw, uh, wat zijn jouw uh, vaardigheden? Welke opleiding heb je gedaan? Uh, welke, welke belangrijke methodes ken je die je zou kunnen inzetten? Uh, welke inzichten heb je opgedaan waarvan je zegt van nou, dat is eigenlijk best wel waardevol. Daar heb ik zelf eigenlijk best wel veel aan gehad. Dat is allemaal goud. En je hoeft natuurlijk niet. Alles om te turnen in een product. Um, mijn uitnodiging deze, in deze workshop is vooral om te kijken naar, kun je het omzetten naar verhalen waarmee je mensen kunt inspireren. Dus blijf daarbij natuurlijk bij jezelf. Denk na over wat je eigenlijk, uh, wat je aanbod is, uh, wat je business is, maar ook uh, wie jij zelf bent. Dus uh, ja, dat is mijn opdracht voor nu. Maak een braindump van alles wat jij. Uh, Waar je, waar je expert in bent, of waarvan je in ieder geval weet van, nou, daar weet ik wel veel vanaf. Meer dan iemand anders, of op een andere manier dan iemand anders. Um, en met name is het zo dat je misschien niet per se uh, de hoogste opleiding op een bepaald vlak hebt, maar de combinatie van dingen die jou jou maakt, die is uniek. En daar mag je wel trots op zijn. En dan mag je ook wel meer mee gaan koketteren, uh, om het zo maar te noemen. Ja. Um, yeah. Wat zijn nou die skills die jij hebt? En uh, ja, wat vind je zelf leuk ook hè, om te delen is ook belangrijk. Hè, dat je ook uitgaat niet per se van wat anderen allemaal vinden en willen. Maar vooral ook wat je zelf leuk vindt om te delen. En waarvan je zelf denkt van ja, dat, ik, dat is voor mij waardevol geweest. Nou, misschien is het ook wel voor iemand anders waardevol. En het is uiteindelijk aan de ander of dat ook zo is. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is alleen maar om het met de beste intenties te delen. Dus ik zou zeggen, zet de video even op stop en doe deze oefening zo goed als je kunt. En dan uh, gaan we daarna verder. Um, als het gaat om heftige dingen die je in je leven meegemaakt hebt, dan heb ik nog wel een belangrijk ding. Uh, namelijk, share the message, not the mess. Um, als je kijkt naar het delen van je levensverhaal, van je inzichten, um, ja, dan kan het zijn dat je best wel heftig dingen hebt meegemaakt. En dan is het belangrijk om je te realiseren dat het niet gaat om dat je allemaal gaat oplepelen wat je allemaal hebt meegemaakt voor een erg dingen. Dat je een hele bak ellende, zeg maar, over jouw, jouw kijker of jouw lezer uitstrooit. Maar dat je gaat kijken naar hoe heb ik, heb ik mezelf uit die ellende gekregen? Hoe heb ik, ben ik opgekrabbeld? Wat heb ik geleerd? Welke hulp heb ik gehad? Waar, waar, um, waar zit het goud in die, um, in die grote bak ellende? En wat kan iemand anders daarmee? Um, zware kosten, dat is. Uiteindelijk werkt het niet. Het is, uh, uh, je trekt er het verkeerde publiek mee aan. Je trekt er mensen bij aan die bijvoorbeeld op leedvermaak uh, aangaan. Dat is, denk ik, als ik jou zo inschat, <laughs> niet jouw ideale publiek. En um, ja, dus kijk naar van. Wat heb je geleerd van het gedoe? Wat is. Uh, wat is de, uh, het cadeautje in de strond? En uh, um, shit is mest voor groei. Dus ja. Um, yeah. Kijk het op die manier en kijk dan van hoe kan, ik het, hoe kan ik het op een aantrekkelijke manier toch delen. En soms als er nog emotie op zit, als je het zelf eigenlijk nog aan het verwerken bent, dan is het misschien niet het goede moment. Dan moet je het misschien nog even verder achter je hebben om het dan vanuit daar te kunnen delen. Um, dat ligt een beetje, dat is een keuze die je zelf, uh, die je zelf kunt maken. Um, maar ik vind het belangrijk om te kijken naar de. Nou ja, ook de wet van de aantrekkingskracht, hè, dus wat je uitstraalt, trek je ook aan als een magneet. Dus denk daarbij goed aan, als je dus heel veel uh, ellende gaat delen, dan trek je ook ellende aan, krijg je dus ook een bepaald soort mensen die jou gaan volgen waar je misschien niet op zit te wachten. Um, ja, en wat daar belangrijk bij is, is ook te bedenken. Wat is nou jouw big why? Waarom doe je wat je doet? Nou, ik heb het al aangegeven dat ik heel graag mensen um, wil motiveren en inspireren... om hun verhaal te gaan delen. Omdat ik het jammer vind dat er allemaal untold stories zijn. Dus dat is mijn big why. Maar wat is die van jou? Wat drijft jou? Waarom doe je wat je doet? Heb je dat helder voor jezelf? Um, want dat is natuurlijk een goed verhaal. En dat is voor klanten best belangrijk om te snappen van... Hé, hey, oh ja, oh, ze snapt mij. Want uh, um, ja... Dit is, uh, dit is haar drijfveer of zijn drijfveer. Um, en zeer belangrijk als je je verhaal gaat delen: um, voor wie is dat verhaal eigenlijk bedoeld? Wie is jouw right-fit client? En um, ja, klein geheimje: um, die lijkt vaak wel een beetje op jou. Soms ben je het gewoon zelf. En soms ben je heel moeilijk aan het doen en ver aan het zoeken van oh, voor wie is het eigenlijk. Kijk eens eventjes naar wat jou heeft geholpen en wat jij nu doet met wat, jij, uh, wat je hebt geleerd. Maar vaak zit daar heel veel um, ja, waarheid in en zit daar ook uh, um, ja, eigenlijk jou, jouw antwoord op, uh, op wie jouw ideale klant is. Um, vaak vind je ook jezelf um, wel een prettig persoon om mee te werken. Dus hoe lekker is het als mensen op jou lijken. Um, en daardoor ook jou goed snappen en jij hen. Um, dus en, het komt bijna nooit voor dat je klant niet een beetje op je lijkt. Dus um, denk hier goed over na ook als je verhalen gaat delen van wie trek ik hiermee aan? Trek ik hier inderdaad een persoon aan die een beetje op mij lijkt? Um, want dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker communiceren. En dan kijk naar de eigenschappen die diegene heeft. Is het iemand die, um, ja, die verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven neemt? Of iemand die uh, um, ja, een hele fanatieke fanatiek is, heel ambitieus of juist heel creatief? Um, dus wat zijn, wat zijn de specifieke eigenschappen van die right fit clients? En um, ja, als je dan je verhalen gaat delen, dan kan je daar ook um, rekening mee houden. Dat je ook dat soort thema's kiest. En um, ja, dat ligt vaak dichter bij jezelf dan je denkt. Um, we teach what we most need to learn, zegt Marie Forleo. En um, ja, daar zit wel een grote kern van waarheid in. He, dus vaak, vaak leren we anderen waar we zelf super veel behoefte aan hebben gehad of nog steeds hebben. Um, en begrijpen we elkaar daardoor ook zo goed. En als we dat dan via verhalen gaan delen, nou, dan krijgen we een nog veel betere connectie met elkaar. het is ook. Is wel handig om te weten voor wie het niet doet. Je um, wrong fit clients. Um, ja, als je bepaalde verhalen gaat delen. Ik nam, gaf net al een voorbeeldje van uh, over, um, nou ja, als je een verhaal vertelt bijvoorbeeld over een ziekte, um, dan kan je natuurlijk... Uh, ja, dat vanuit een slachtofferrol vertellen. En dan denken mensen van... Oh ja, ik voel me ook slachtoffer. Oh ja, ja. En dan gaan ze ook zielige verhalen met je delen. En dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. En dan denk je van... Nou, waar verdeelde ik dit eigenlijk? Um, ja, dat is niet mijn manier. Um, dus ik denk dan van... Nou, ik wil het op zo'n manier vertellen... Dat, um, dat ik de mensen aantrek die dat ook... Die snappen van... Hé, hey, dit is niet een zielig verhaal. Um, dit is een verhaal wat gaat over veerkracht bijvoorbeeld... Um, dus op die manier maak je het um, ja, um, ook duidelijk voor je wrong-fit client: van nee, bij mij moet je niet zijn, want um, ik sta er anders in. En hoe helder je dat hebt, hoe makkelijker het ook communiceren is natuurlijk. En uh, ja, dat is, uh, is een goede manier om, uh, om het kaf van het koren te scheiden. En wat daar ook bij helpt, is non-negotiables. Um, je verhaal is dus niet voor iedereen. En um, dat hoeft niet. En dat wil je ook helemaal niet. En dat is helemaal prima. Um, maar het is ook belangrijk dat je bij jezelf nagaat. Um, onder welke voorwaarden. Um, doe ik de dingen die ik doe. En dat gaat natuurlijk over je business. maar het gaat ook over de verhalen die je deelt. Dus bijvoorbeeld. Um, ga je verhalen delen over je gezin? Um, ga je foto's delen van je kinderen? Of, of niet? Als jij. Um, Um, je business en je privé heel erg door elkaar laten lopen. Nou, dat is natuurlijk prima. Maar sommige mensen vinden dat niet prettig. Die willen dat eigenlijk niet doen. Die willen bijvoorbeeld hun partner niet noemen. Nou, uh, dat kan een hele bewuste en prima keuze zijn om te doen. En uh, nou ja, weet je, er is niemand die zegt van nou, dat moet je wel doen. Um, dat is aan jou. En door dat voor jezelf helder te hebben van nou, hier wil ik het wel over hebben en hier niet over, um, is het natuurlijk ook. Um, makkelijker voor jouw uh, uh, verhalen, um, uh, makkelijker om keuzes te maken over wat voor een verhalen je vertelt. Dus um, ja, denk hier eens over na. En wat natuurlijk ook interessant is, um, jouw geschiedenis en de rode draad. En nou ja, weet je, als het gaat om non-negotiables, dan kan je bijvoorbeeld besluit nemen om niet over een lastig verleden te praten, bijvoorbeeld. Um, of je vindt een manier om daar wel over te praten, maar op een manier die heel constructief is, die heel erg veel zegt over wie jij nu als persoon geworden bent. Dus door een positieve draai aan te geven, kan het natuurlijk toch een heel interessant verhaal zijn. En um, kan het misschien wel verklaren waarom jij bepaalde keuzes in je leven maakt, waardoor mensen ook beter snappen van, oh, zo zit jij in elkaar. En als het gaat over de rode draad, dan is het heel interessant om te kijken naar de uiterlijke rode draad en de innerlijke rode draad. En de uiterlijke rode draad, dat zijn eigenlijk ja, alle gebeurtenissen, uh, de feitelijkheden zeg maar, in je leven, de dingen die jou zijn uh, overkomen, die je hebt meegemaakt, um, dingen die terugkerend zijn. Dus um, de rode draad zit hem vooral in als je terugkijkt, dat je dan eigenlijk de dots met elkaar kunt connecten hè? en dat je ziet van hé, hey, daar zit een lijn in. Dus bijvoorbeeld um, in het verleden heb je bepaalde uh, heel veel verschillende banen gehad, maar er zat altijd één bepaald aspect in, wat telkens terugkeerde, bijvoorbeeld uh, contact met klanten of uh, um, dat je heel veel moest reizen of dat je um, heel veel met cijfertjes bezig was. Um, terwijl het een heel ander soort banen zouden kunnen zijn. Ik heb in het begin het voorbeeld genoemd van mijn verhalen, uh, uh, Rode Draad, uh, dat zelfs in de advocatuur dus het verhaal een belangrijk onderdeel was. Ik dacht eerst, die hoort er niet bij, maar die hoort er toch bij, om die reden. Um, dat ik die pleidooien zo interessant vond. En... Um, ja, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je in je leven uh, altijd op foute mannen bent gevallen of op foute vrouwen. Um, dat, dat kan dan een rode draad zijn. Daar is natuurlijk ook een tof verhaal over te vertellen. Um, dat je heel vaak in je leven verhuisd bent en dat je daardoor bijvoorbeeld um, ja, uh, heel flexibel bent geworden en heel ruislustig. En als het gaat over de innerlijke rode draad, dan gaat het over de emoties die. Je hebt over dat wat je hebt meegemaakt. Dus wat is je, wat is je houding ten opzichte van de gebeurtenissen? Dus de gebeurtenissen zijn feiten. En um, ja, hoe kijk je naar die feiten? En uh, ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Um, bijvoorbeeld als het gaat over dat verhaal over reizen, dat je dus bijvoorbeeld in je leven heel vaak verhuisd bent, um, dan kan het zijn dat je um, je heel makkelijk aanpast. Dat je heel snel uh, uh, vriendschappen sluit. Dat je heel makkelijk connect met mensen. Um, en dat je eigenlijk overal thuis voelt. Of als je hem negatief insteekt. Dan kan het zijn dat je juist heel ontaard voelt. Dat je je nergens thuis voelt. Dat je heel veel moeite hebt om vriendschappen te sluiten. Dus dan heb je een, uh, heb je een andere um, emotionele ervaring met dezelfde gebeurtenis eigenlijk. En door dit voor jezelf helderder te krijgen. Um, ja, kan je natuurlijk dat gebruiken in je stories en, en kan je daarmee jezelf ook nog meer gaan onderscheiden. Dus je gaat eigenlijk gewoon wat meer diepgang erin aanbrengen. En er zijn honderden vragen die je kunt stellen om jouw rode draad te vinden. En ik heb er een paar uitgekozen. Um, bijvoorbeeld die, wat deed jij als kind graag? Kijk, we zijn inmiddels natuurlijk, um, we groeien op, we krijgen allerlei regels. Zo en zo hoort het, je moet niet dit, je mag niet dat. Dus er worden allerlei laagjes, ja, worden er op jou gelegd. En ondertussen verlies je eigenlijk een beetje je identiteit. En wat natuurlijk interessant is om weer terug te gaan even naar dat kind, naar die oorspronkelijke identiteit. Dus wat deed jij graag? Was je een kind wat in een hoekje een boekje zat te lezen? Stond je altijd toneelstukjes tussen de schuifdeuren te doen? Um, deed, ik, ik was van de mini shows. Ik deed altijd allemaal shows met alle vrienden. Um, maar ik speelde bijvoorbeeld ook heel veel buiten. Um, hut bouwen, um, varen, weet ik het, schaatsen. Um, ja, dus dat zegt iets over mij dat ik dus blijkbaar heel leuk vond om heel veel verschillende dingen te doen bijvoorbeeld. Maar ik speelde bijvoorbeeld ook juf met de poppen. Nou, <laughs> nu speel ik weer juf als het ware. En um, ja, het is leuk om te kijken naar zitten er verhalen in je kindertijd um, die heel veel zeggen over wie jij bent. Als, uh, als uniek persoon. En mensen vinden het leuk om te weten. Wat wilde je vroeger worden? Bijna altijd een leuk verhaal. Um, wat ook een interessante is, is um, wanneer ver verlies jij compleet je tijd? Wanneer zit je helemaal in, in je flow, in je zone of genius? Wat, wat voor activiteiten zijn voor jou echt dingen waarvan je zegt, nou, heerlijk, dit ben ik. Nou, daar kan je natuurlijk gewoon supermooie verhalen over vertellen. En ja, daarmee laat je echt wel een unieke kant van jezelf zien. Want niet iedereen heeft dezelfde zone of genius, dat kan ik je verzekeren. Um, welke transformatie heb jij ondergaan waar je anderen iets over zou kunnen leren? Heb je iets in je leven meegemaakt, een burn-out bijvoorbeeld, waar je op een bijzondere manier uitgekomen bent? Heb je daar een les geleerd waarvan je zegt van nou, dat is super waardevol? Um, ja, daarmee kan je jezelf ook onderscheiden. En um, ja, over welke onderwerpen praat jij graag en makkelijk? Ook op social media. Dus als je een post moet maken, wat, wat komt er dan het eerst in je op? Wat, wat vloept er zo uit? En waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat vind ik wel een hele belangrijke um, indicatie voor hey, dit is dingen waar ik gewoon ja, waar ik gewoon lekker op ga, waar ik op aanga. En um, ja. Ga daar meer mee doen, weet je. Want dat is gewoon. Dat is makkelijk voor jezelf. En het is ook nog eens leuk voor de ander. Omdat die energie die je dan natuurlijk overbrengt. Ja, die komt ook over bij de ander. En uh, ja, dat maakt je ook aantrekkelijk. en onderscheidend. Um, ja, dus, dus. Een beetje inventariseren voor jezelf. Van waar leg jij op? Wat kijk je op televisie? Wat, wat, welke krampenkoppen vallen je op? Wat voor tijdschriften lees je? Um, ja. Welke thema's. Vind jij gewoon super leuk en welke komen ook in je leven best wel veel terug? En om daar nog even op door te gaan, kijk dan vooral ook naar de gekke dingetjes, de quality quirks. Um, ja, een beetje craziness mag je ook best wel laten zien. Um, dingetjes waarvan, waarvan een ander misschien denkt, hmm, oké, okay, uh, daardoor gaan ze je wel beter onthouden. Um, op het moment dat jij bijvoorbeeld iets vertelt over je guilty pleasures, ik vind guilty pleasures een slecht woord, want ik denk waarvoor zou je guilty voelen over iets waar je super blij van wordt? Doe bedoel, dat jij Rick Ashley leuk vindt, of andere jaren tachtig uh, iconen. Um, ja, dus ik denk, nou, be proud en uh, doe lekker, do lekker je ding. Maar um, bijvoorbeeld ook, ja, misschien ben je vroeger wel met dingen gepest, maar zijn het eigenlijk ook wel speciale eigenschappen die, uh, waar je misschien wel wat trots voor op mag zijn? Um, ik vind het zelf heel leuk om dit uh, uh, te onderzoeken. Bij mij, mijn, mijn liefde voor eilanden, ja, dat heeft ook niet iedereen. Um, autonomie, uh, niet iedereen is autonoom en ook niet iedereen um, kan over elk onderwerp meepraten. Dus dat maakt mij wel redelijk uniek. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere dingen die mij onderscheiden. Ik werd vroeger RapCat genoemd omdat ik. Uh, Um, heel erg van hip-hop houden en alle teksten uit mijn hoofd kenden van alle hip-hop nummers. En um, ja, dat is, vind ik altijd leuk om daar verhalen over te vertellen, want dat zegt heel veel over wat ik leuk vind. En um, ja, en dan hoop ik natuurlijk dat mijn klanten zeggen van, oh ja, dat vind ik ook leuk, of oh, dat vind ik grappig. En die onthouden dat van mij. En vervolgens zeggen ze van, oh ja, dat is die rapcat, want die houdt zelf van hip-hop. En uh, ja, waarom hou ik van hip-hop? Hip-hop zijn ook verhalen. Muziek sowieso. Dus uh, dat is allemaal niet zo raar. En um, ja, wat vind je belangrijk? Hè? Wat zijn je kernwaarden? Waar, um, wat, wat, wat zijn dingen waarvan jij zegt van nou, um, ja, hier sta ik voor. En hierop wil ik ook uh, bekend staan bij anderen. En um, ja, misschien heb je het wel vaker gedaan hoor, je kernwaarden onderzocht. Heel veel ondernemers hebben hun kernwaarden uh, toch minstens één keer in hun carrière wel gecheckt. Maar um, als jij jezelf ontwikkelt als ondernemer en als persoon, dan veranderen je kernwaarden soms ook. Plus, ik vind dat veel mensen hun kernwaarden um, te oppervlakkig hebben um, bedacht. En uh, mijn uitnodiging zou zijn om: kijk eens wat dieper en kijk eens naar wat voor verhaal hoort erbij. En ik heb ook nog een opdracht voor je. Um, namelijk de SMS-opdracht of op de WhatsApp-opdracht. En uh, de bedoeling is dat je een uh, berichtje stuurt aan uh, iemand wiens mening je belangrijk vindt. En um, dat je daarin uh, zet: Ik zit op dit moment in een workshop en ik moet een snelle oefening doen. Wil je me. Helpen om deze vraag te beantwoorden. Voor welk advies zou je naar mij toe komen? Wat zijn drie dingen waar ik volgens jou goed in ben? En dan dank je wel voor je snelle antwoorden. En waarom heb ik het op deze manier geformuleerd? Omdat ik wil dat degene aan wie je dit stuurt, daar niet over nadenkt, maar meteen het eerste antwoord wat in ze opkomt, aan jou sturen. Want dan is het in ieder geval eerlijk en dan heb jij daar veel meer aan. Als iemand daar vier dagen over na moet denken, dan weet je al zeker dat het een bedacht antwoord is. Dat is dan minder waardevol in mijn ogen. Um, misschien heb je deze opdracht al vaker gedaan, maar ik zou het toch willen uitnodigen het nog een keer te doen. Sowieso uh, heb je er altijd de goede dag door, want het is altijd heel leuk om te horen wat andere mensen vinden. En misschien is het wel, um, wel interessant op een moment dat, um, dat er drie dingen komen waarvan jij denkt: Nou. Wil ik helemaal niet op bekend zijn. Ik wil helemaal niet dat ze daarvoor bij mij komen. Nou, dan is er werk aan de winkel. En dan is het belangrijk om je kernwaarden nog een keertje helder te hebben en goed na te denken over wat communiceer ik nou eigenlijk. En als het wel klopt, dan is het een lekker compliment dat je weet: ik ben goed bezig. En de kernwaarden. Nou, dat is natuurlijk best wel uh, een uh, uitgevoerige lijst die ik hier heb en die is absoluut niet compleet, want um, ja, jeetje, er zijn oneindig veel woorden die je kunt bedenken natuurlijk. Ik heb hier um, twee lijsten um, of één lijst, maar twee uh, twee delen. Um, kijk daar eens naar, kijk eens voor jezelf van welke woorden resoneren bij mij. En misschien zijn er wel woorden waarvan jij zegt van, nou, dat vind ik nog veel beter passen, die staan niet in de lijst. Dus ik zou zeggen, pak ook zeker het synonieme boek erbij um, um, op Google. En um, ga voor jezelf voelen welke, nou, twintig woorden spreek me aan. En ga dan vervolgens telkens twee woorden tegen elkaar afstrepen. Dus bijvoorbeeld harmonie en um, samenwerken. Welke van die twee resoneert het meest bij je? Oké, okay, samenwerken. Nou, als je moet kiezen tussen samenwerken en samenhang. Welke van die twee vind je dan de belangrijkste? Of coöperatie en samenwerken. Welk woord voelt voor jou beter? En zo ga je al die woorden af en ga je kijken welke uiteindelijk het meest gevoel bij jou oproepen. En dan kies je drie tot vijf woorden die je uiteindelijk um, bij je blijven. En... Van die drie tot vijf woorden ga je ook bedenken. Wat betekent een woord nou echt voor mij? Heel veel ondernemers hebben bijvoorbeeld vrijheid als kernwaarde. Ja, superleuk voor je. Maar um, ja, dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Um, ik vind dat een superbreed begrip. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? En... Kies in ieder geval één of twee verhalen waarin je dat ook verwerkt. Waardoor mensen ook duidelijk krijgen van, oh, daarom vind jij vrijheid een belangrijk woord. Daarom is um, uh, positiviteit jouw kernwaarde. Um, ik heb dus uh, nou, een voorbeeldje voor je uh, op het gebied van autonomie. Um, nou, heb ik net verteld dat ik heel graag alleen reis, dat ik altijd mijn eigen route wil bepalen en dat ik nogal eigenwijs ben. Nou, daar kan ik nog een heel veel groter verhaal over vertellen, dat heb ik ook wel natuurlijk, maar daar heb ik geen tijd voor. Um, ontwikkeling, um, groei is een hele belangrijke voor mij. Ik ben verslaafd aan uh, persoonlijke ontwikkeling, ik lees superveel boeken, ik ga naar heel veel seminars, ik doe ontzettend veel cursussen. En uh, daar kan ik dus heel veel over vertellen. En het is dus blijkbaar dus echt een belangrijk ding voor mij. En mijn derde kernwaarde, veerkracht. Nou, daar kan ik een verhaal vertellen natuurlijk over mijn ziekte. Um, hoe ik reageerde toen ik de diagnose kreeg. Ik moest de dokter troosten. Dus dat is op zich wel een grappig verhaal. Um, in een hele, nou ja, natuurlijk uh, best pittige, pittig moment. Uh, maar de veerkracht komt ook terug in andere dingen. Uh, ook in het feit dat ik uh, alleen reis en dat ik uh, veel meegemaakt heb. En um, ja, dat kan ik dus op heel veel manieren kan ik dat dus gebruiken. En... Als je daar dan ook nog um, een emotionele um, lading op geeft. Um, vertelt over hoe je je daarbij voelde. Dan, um, en daar ook nog beelden bij kiest. Dan, dan is het verhaal helemaal compleet. Um, ja, dus dat is, uh, dat is mijn tip. Hier kan ik ook superveel over vertellen. Maar daar hebben we in deze workshop geen tijd voor. Um, want ik wil nog even met je naar... Um, Soorten verhalen um, om je even te inspireren op wat allemaal een insteek zou kunnen zijn. Dus nou, ik heb al voorbeelden gegeven van lessons learned, hè, dingen die je hebt geleerd in je leven. Hè, wat kan je, wat kan iemand anders daaraan hebben? Um, je drive story, wat, wat, wat motiveert jou, wat drijft jou, waarom doe je wat je doet? Um, je kunt ook bijvoorbeeld een Rolls-Royce-story vertellen, dus een of andere. Cool verhaal over iets wat je hebt meegemaakt, een gave reis die je hebt gemaakt, een, een avontuur wat je hebt beleefd. Um, ja Iets waardoor andere de, mensen denken: wauw, dat is cool dat diegene dat gedaan heeft. Um, ja, het kan ook letterlijk met een Rolls Royce rijden zijn, maar uh, nou ja, je moet het breder zien. Um, een expert story is natuurlijk een hele goede manier, sowieso altijd te adviseren om die in ieder geval te gebruiken. Um, daarbij kan je natuurlijk vertellen waar jij zelf allemaal supergoed in bent en uh, nou, dat je zo'n enorme expert, expert bent. Maar het is natuurlijk nog veel interessanter om dat verhaal te vertellen aan de hand van ervaringen met jouw klanten. Um, zonder ze met naam en toenaam te noemen en hun hele privacy uh, te grabbel te gooien, kun je natuurlijk wel verhalen vertellen van situaties die je meegemaakt hebt met je klant, uh, waaruit blijkt dat jij best wel verstand hebt van zaken. En waaruit blijkt dat jouw klant enorm geholpen is met wat jij voor diegene gedaan hebt. Je kunt mensen ook nieuwsgierig maken met verhalen. Um, dus bijvoorbeeld, de Quality Quirks zijn daar bijvoorbeeld best wel leuk voor. Om eens te kijken van nou, wat, wat, hoe goed ken je mij eigenlijk? En daar ook een vraag over te stellen. Um, je kunt ook een verhaal delen over een moreel conflict wat je hebt gehad. Dat raakt mensen ook natuurlijk altijd heel erg om ja, mensen verschillende meningen hebben en dan ook heel duidelijk te zien krijgen... wat jouw mening is over iets en welke dilemma's jij je op je pad hebt gekregen... ...en hoe je daarmee om bent gegaan. Wat een lastige keuze die je in je leven hebt gemaakt en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat zegt natuurlijk heel veel over wie jij bent. Wat ook altijd heel lekker werkt is fuck-up stories, dingen waarin je de fout in gegaan bent... Um, maar ja, alleen uh, je fout vertellen, dat betekent dat mensen die je uh, van leedvermaak houden, zich aangetrokken voelen. Nou, dat wil je waarschijnlijk niet. Dus um, het is belangrijk om dan ook te vertellen van, hé, hey, nou, wat, wat heb ik hier nou van geleerd? Wat, kan, wat kan, ga ik nou volgende keer anders doen? En wat ook zeer populaire verhalen zijn, dat zijn natuurlijk de rags to riches verhalen. Hè? De verhalen van mensen die in de put zaten, ergens in, onder een doos woonden en vervolgens uh, multi, multimiljonair werden. En uh, ja, dat spreekt eigenlijk iedereen altijd wel aan. Dat zijn echte filmverhalen. En uh, ja, als jij zoiets dergelijks hebt meegemaakt... als jij uh, zwaar in de put hebt gezeten en je bent eruit gekomen... dan vinden mensen dat altijd interessant om te lezen. Um, ook hier weer, share the message, op de mes. Um, motivatiestory, dat gaat dus niet over jouw eigen motivatie... maar dat kan een verhaal zijn waarmee je iemand anders motiveert... om iets bepaalds te doen. Bijvoorbeeld een bepaald gedrag uh, aan te leren. Stel dat jij voedingscoach bent, dan kan je een motivatiestory vertellen over uh, wat gezonde voeding met je zou kunnen doen. Um, nou ja, je kan zelf wel, um, denk ik, iets verzinnen. Het is wel interessant om bij jezelf te kijken van, nou, welk soort verhaal um, vind ik zelf het leukste om te vertellen? En ook wat vindt mijn klanten leuk om te horen? Het ligt een beetje aan natuurlijk welke bran branche je zit, wat voor soort verhalen. Um, resoneren bij jouw klanten. Um, dus ja, in ieder geval, dit zijn een aantal suggesties. Kijk uh, natuurlijk voor jezelf van wat voor jou um, zou kunnen werken. Dus, welk verhaal of anekdote kun je gebruiken om te illustreren wat jouw goud precies is? En als je dat verhaal dan gaat delen, dan uh, heb ik nog een laatste ding voor je. Namelijk, denk na over de opbouw. We beginnen altijd met de situatie. Um, en dat mag dus ook, je mag iemand zomaar hup, het verhaal intrekken. Dus bijvoorbeeld uh, 24 juni, uh, mijn leven stond op zijn kop. En dan ga je daarna vertellen wat er toen gebeurd is. Uh, het kan ook zijn dat je het helemaal gaat uitleggen van, ik was op vakantie en toen en toen. En toen gebeurde er dit en dit en dit en dit. Um, heb ik daarvan geleerd? Um, je vertelt dus eerst een soort van nou ja, introductie. Je probeert mensen aan te laten haken bij je verhaal. Je probeert een aantrekkelijke eerste zin te maken. En vervolgens ga je een anekdote vertellen. En ook natuurlijk eh, datgene wat van waarde is voor jouw eh, lezer of luisteraar. En eh, als je in het begin iets eh, belooft, dan moet je het ook inlossen. Dus um, ja, dat is eigenlijk uh, belangrijk dat je het verhaal ook afrondt. Want bijna niemand houdt van verhalen met open einde. Je kan het wel doen, een cliffhanger, maar dan moet je wel de volgende uh, keer het verhaal afmaken. En soms kan het heel, heel goed werken om het op die manier te doen. Um, ik heb ook nog een ezelsbruggetje voor je als je een, een verhaal wil gaan delen, bijvoorbeeld op social media. Um, denk dan altijd na what? So, what, nou wat. Dus, wat wil je vertellen? Wat is, het, wat is je punt? So what? Wat kan mij dat schelen? He? Dus wat, wat kan je, je lezer en luisteraar schelen? What, what, what's in it for them? Waar, waarom, waarom moeten wij dat weten? En now what? Wat wil je dan dat ik ga doen? Als ik dit dan gelezen heb. Wil je dan dat ik je ga bellen? Wil je dat ik op die link klik? Wil je dat ik uh, um, geïnspireerd ben? Wat wil je dat ik doe? En door dat super helder te hebben... Um, ...communiceer je natuurlijk ook nog veel makkelijker. Nou... Dat in combinatie met je kernwaarden en je grappige quality quirks en um, ja, je soorten verhalen die je kan gaan delen. En al dat goud wat je in je hebt. Nou, als je je dan niet weet te onderscheiden, dan weet ik het niet meer. Ik hoop dat je um, geïnspireerd bent geraakt. Ik heb natuurlijk maar een superklein stukje verteld van wat hier allemaal over te vertellen is. Mocht je meer willen weten, stuur me dan gerust een berichtje. Check me op Instagram, Clubhouse, um, TikTok. Um, ja, ik ben op alle social media kanalen te vinden. Um, je kunt me ook vinden op mijn website. Um, in de Life Story Academy, waar je um, onder andere een cursus vindt: Discover Your Story. Dat is een uitgebreide versie van wat ik je hier um, heb proberen mee te geven. En uh, ja, ik zou zeggen: succes met jouw, uh, jouw goud en met het delen van jouw verhalen. En het vinden van jouw unieke kwaliteiten. En uh, ja, ik hoop dat je daar heel veel mensen mee mag uh, gaan verrijken en uh, inspireren. En uh, tot de volgende keer. Ciao!